Air France KLM is dieper in de rode cijfers beland. Vanmorgen werden de resultaten van het tweede kwartaal bekend en die waren niet al te best. De operationele winst daalde met een vijfde en onder de streep kwam de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep bijna 80 miljoen euro tekort. Het roer moet dus om, vertelt luchtvaartredacteur Paul Eldering. Ik sprak Pieter Elbers vanochtend, de baas van KLM. En hij zegt, we moeten toch nog meer bezuinigen. Nog productiever en efficiënter werken. Maar de pijn zit hem toch vooral bij Air France. De Fransen hebben nog steeds geen deal met de vakbonden. Waar KLM dat wel heeft. En dat is een goede zaak. De concurrentie is moordend. De prijzen staan onder druk. En Air France KLM moet dus ook gaan snijden in het netwerk. Verliesgevende vluchten gaan eruit. En zoals Pieter Elbers van KLM, de baas van KLM, zei van ja, als we nu niet snel een turnaround, weer in positieve weer groei gaan realiseren, ja, dan zal het ook niet uitgesloten zijn dat er bij KLM ontslagen gaan vallen. Nu is dat nog via een vrijwillige vertrekregeling, maar ik vrees dat dat gedwongen ontslagen de komende tijd toch niet kunnen uitblijven. Aldus Paul Eldering. Op de beurs werd het kwartaalbericht van Air France KLM vanmorgen trouwens positief ontvangen. In de midcap stond het aandeel kort na opening bijna 4% hoger.